Ik denk dat heel veel mensen wel gewoon kunnen werken. Maar die weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. Want mensen die lang op de bank hebben gezeten, die weten vaak niet meer wat ze leuk vinden, waar ze blij van worden. Ze zijn heel vaak afgewezen vaak. Nou, dat doet wat met je zelfvertrouwen en met je zelfbeeld. En dat is eigenlijk stap 1. Dat je gaat kijken, wat kan ik eigenlijk? En ik doe er nog toe. Want natuurlijk doe jij er toe. Iedereen moet de kans krijgen om ergens te kunnen werken. Ja. En als iemand wil, dan helpen wij hem daarmee. Maar vaak kom ik daar in beeld. Want dan zit ik met mensen die het niet precies weten wat ze leuk vinden. En dan gaan we zoeken. Gaan we kijken van, nou, ga maar mee. Gaan we hier kijken, vind je het hier leuk? En waar word je blij van? En vaak zie je het ook gelijk aan mensen. Omdat ze blij gaan kijken. Wij mensen, wij zijn graag in groepen. Dus nieuwe sociale contacten, je wereld wat groter maken. Daarnaast zijn heel veel mensen hebben de behoefte om zichzelf te ontwikkelen. Nieuwe dingen te leren, dingen te kunnen beheersen. Wat dacht je van zelfbeeld? Jij komt op een verjaardagsfeestje op dit moment en dan vragen ze altijd, wat doe jij tegenwoordig? Ja, niet zoveel. Als je werkt, kun je daarover vertellen. Heb je een verhaal mee te brengen? Maar als je een plek hebt waar je nou, elke dag of 3 keer per week naartoe gaat en je bent daar blij, dan volgens mij draagt dat heel positief bij aan je welbevinden en aan je gezondheid en aan je financiële situatie. Je komt in een groep terecht waarbij de problematiek herkenbaar is. Oh, heb jij dat ook? Ja, daar loop ik ook altijd tegenaan. En dat voel je, daardoor voel je je veel minder van, nou, dat overkomt alleen maar mij. Nee, er zijn een heleboel mensen die hetzelfde hebben. Ik denk dat ik, omdat ik zelf met schoffelen begonnen ben, en intern de scholing heb gehad en de kans heb gehad om mezelf te ontwikkelen, dat ik daar heel veel aan heb. En ik zou zeggen, doe het gewoon, want je zult zien dat het leuk wordt.